Yo, what's up? Thomas van Bilbrengers hier. En het is ons natuurlijk ook niet ontgaan dat Amerika en Iran geen vrienden meer zijn. Spanningen lopen hartstikke hoog op en op internet staat het helemaal vol met memes en grappen en dat soort toestanden. En daarom gaan wij vandaag de straat op met de vraag, is het einde nabij? Het is jullie misschien ook wel opgevallen dat de spanningen tussen Amerika en Iran tegenwoordig heel erg hoog op het oplopen zijn. Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Niet veel goeds in ieder geval. Ik zag gisteren al filmpjes over, laten we zeggen, aanvallen en alles. En ik denk dat er wel iets gaat gebeuren. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ja, we gaan het zien, hè. Ja, ik denk ook hetzelfde. Ik sluit me aan bij Dairon. En ik denk voornamelijk, laten we hopen dat er niks gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat er wat gaat gebeuren. En stel nou, hè, stel dat de pleuris echt uitbreekt. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Ik denk niet dat er een full-out derde wereldoorlog gaat komen. Ik denk dat één grote sisser van 80 miljoen wordt. Wat bedoel je daarmee? Dat we hebben heel veel hype, 80 miljoen klinkt leuk, maar het wordt helemaal niks. Jij bent op dit moment bij Trump in het Witte Huis. Wat zou je doen? Een rondje lopen door mijn kantoor, door het Witte Huis. Even de rondleiding. Maar als het even... Gunshot! Wat leuk. En denk je dat Rusland zich er nog mee gaat bemoeien ergens? En stel nou, hè, dat de pleuris echt uitbreekt en de pleuris hier in Nederland breekt uit. Wat zou je doen? Ja, jeetje. Ja, ik weet niet. Wat zou je doen? Ja, jezus. Vluchten vind ik niet echt een optie of zo. Ik denk niet dat er dan ergens nog veiligheid is. En vechten ben ik niet zo. Ik heb wel een grote bek, maar daar blijft een beetje bij. Wij denken dat het allemaal wel mee gaat vallen, maar mocht de pleuris toch uitbreken, dan gaan we ons vast even oriënteren. Nou, ik heb ook gehoord dat hier binnenkort een nieuwe editie van uitkomt, de WW3. Nou, dit was Bilbrengers voor deze keer en ik zou zeggen tot de volgende.